En dat maakt het aantal spelers dat nu voor Oranje uitkwam op 665. Speler van NEC en Boularus. Toen hij werd opgeroepen was hij nog speler van RKC Waalwijk. Hij zou daarmee de eerste RKC'er ooit zijn in het Oranje. Maar ondertussen dus getransfereerd naar HSV, Hamburger Sportverein. En daarmee is hij de eerste HSV'er in het Nederlands elftal. Balverlies van Sneijder. En het eerste schot is van Mario Frik. Door Vogt. Hoor je natuurlijk mee voorin bij dit soort gelegenheden. Daar kan hij ook koppen. Want dat weten we sinds zijn laatste interland overigens. Nederland-Schotland. De vrije trappen van Sneijder ongeveer van die plek. Toen scoorde Ooyer met het hoofd. Daarna raakte hij geblesseerd van Davids. Van den Berg. Achterin is Dinneboom. Die kopt, maar op zo'n manier is het heel erg lastig om die bal kracht en richting mee te geven. De actie van Dave van den Berg. En Dinneboom, ja, hij liep van het doel af en wilde toch nog op het doel koppen. Bouwman. Van den Berg. Over elkaar heen, maar daarachter is nog Van Bommel. En in de 23e minuut is het 1-0 voor het Nederlands elftal door Mark van Bommel. De werk over links was van Dave van den Berg. Over Makai heen. En dan is het inderdaad wat je mag verwachten en wat ook moet gebeuren. Het buitensluiten van een der middenvelders. En dat is Van Bommel. Dat deed hij al goed tegen Zweden. En dat doet hij ook nu weer erg goed. Van Bommel sowieso in een goede fase. Makai. Sneijder mee, Van den Berg mee. Sneijder met een geplaatst schot. Dan moet er dus druk gezet worden naar voren. Dan moet het pompen of verzuipen worden. En dan krijg je dus dat Ooyer de bal naar Sneijder kopt. Die schiet. Dat is wel naast, maar het Nederlands elftal speelt dus nu met drie verdedigers. Met Boularus, met Bouma en met Zende. En deze Ooyer staat dus naast Makai in de spits. Nog een tiener. Landsaat bijna. Kuit. Goede actie waarbij hij door de schijnbeweging ook meteen zijn directe tegenstander blesseert. Kuit. Ik zei wel eerder. Al een keer eerder opgeroepen voor het Nederlands elftal toen hij nog speelde. Kuit draait aardig weg. En haalt er een corner uit. Schop van Wesley Sneijder. Keeper krijgt hem nooit. Achterin was Kuit. Dit is Van der Vaart. Nog een keer Kuit. Nog een keer Kuit. Nog een keer Kuit. En dan is het Ooyer. Het is in de 56e minuut. André Ooyer die er 2-0 voor maakt. Omdat Kuit weigerde toe te geven dat die bal nadat die corner was gegeven als verloren moest worden beschouwd. Zijn doorzettingsvermogen zorgt ervoor
dat Ooyer kan scoren. Zijn tweede voor André Ooyer, zijn tweede in het Blanco. Maar dat had met name veel te maken met Kuyt. Dit is het schot van Van der Vaart. Daar komt Kuyt. Bam. Daar komt Kuyt. Bam. Daar komt Kuyt. Bam. En daar is het Ooyer die scoort. In zijn laatste interland. Ooyer. Voor deze wedstrijd scoorde hij ook al. Dat was die wedstrijd die Nederland met 6-0 van Schotland won. Aardige bal. Frik. En Stekelenburg moet zomaar redden om te voorkomen dat Mario Frik zijn zesde interland goal laat aantekenen. In zijn 51ste keer dat hij voor het vorstendom mag spelen. Kuyt achterin. Goed teruggelegd. En daar de treffer. 3-0 door Landsaat in de 78ste minuut. En net als bij de 2-0 van Ooyer gaat een deel van de verschuldigde dank uit naar Dirk Kuyt. Danny Landsaat, de speler van AZ. Na het terugleggen van Dirk Kuyt in zijn zevende interland, zijn eerste interland goal. Dingel. Want de scheidsrechter Ian Bryans gaat de bal halen. En dan zit dit duel erop. Ja, het was een openbare training. Meer was het niet. En, want Van Basten zat eigenlijk ook helemaal niet op deze wedstrijd te wachten. Het was zijn voorganger Dick Advocaat die deze wedstrijd belangrijk genoeg vond om in het schema op te nemen. Van Bommel, hij maakte voor rust de 1-0. Naar voorbereidend werk van